De regering gaat haar beleidsprioriteiten in 2023 aanpassen. Dit zei president Chandrika Prasad Santokhi donderdag in de Nationale Assemblée tijdens de laatste openbare vergadering van dit jaar. De aanpassingen zullen volgens het staatshoofd terug te zien zijn in de begroting voor het dienstjaar 2023, die in maart al moet zijn aangenomen. Sectoren zullen worden geïdentificeerd die hoge prioriteit genieten. Santokhi gaat in op sectoren die hierin opgenomen zullen worden. Er zullen sectoren geïdentificeerd worden voor hoge prioriteit, zoals volksgezondheid, onderwijs, veiligheid, defensie, infrastructuur, huisvesting, gronduitgifte, binnenland, productiestimulering en exportvergroting, financieel-economische hervorming. Al deze sectoren zullen geïdentificeerd worden. En binnen de sectoren zullen we prioriteiten aangeven, meneer de voorzitter, die wij in regeerverband met het team en deskundigen projectmatig zullen aanpakken om te zorgen nu voor de andere fase. En dat is de fase van stabilisatie en groei. En daarvoor heeft u uw college afgelopen tijd verschillende fondsen goedgekeurd, zoals productiefonds, maar ook onze NOVA, die allemaal voorzien zullen worden van financiële middelen om onze samenleving de ruimte te geven om te komen, om te investeren, meneer de voorzitter. Het staatshoofd gaf ook aan dat de regering in 2023 doorgaat met het beleid om alles wat beloofd is uit te voeren. Hij wil bijvoorbeeld eraan bijdragen dat de werkende klasse de nodige incentives krijgt en dat werkgelegenheid verder gestimuleerd wordt. Dit moet volgens hem erin resulteren in groei van de economie. Verlichting voor die samenleving zal verder moeten komen. En we zullen persoonlijk, zeker ik als president, dat begeleiden, meneer de voorzitter. Meneer voorzitter, afsluiten. Door uw college alvast te bedanken voor uw ondersteuning. Dat we de doelen die we net gekenschetst hebben voor herstel van onze economie te halen. Meneer voorzitter, samen kijken vooruit. Door te gaan met het goede werk wat wij op onze schouders genomen hebben om dit land te ontwikkelen. En om ook een Surinaams volk te brengen naar welzijn en welvaart, meneer voorzitter. We gaan door met ons beleid. We gaan door op basis van dialoog. En we gaan met de kracht van de Almachtige door. Lek van ook bent u vtaki. Udwaroko, uchara beleid ga fesi. Nanga gado leku fesi man. De president wees op verschillende maatregelen die zijn getroffen om voornamelijk sociaal zwakkeren te helpen. In het nieuwe jaar zullen meer sociale maatregelen getroffen worden.